Ja, het nieuws van vandaag is natuurlijk zorgelijk. Er is sprake van tientallen gewonden. En we volgen de situatie op de voet. Helemaal hier op Curaçao, vlak in de buurt van Venezuela. Het is enige tientallen kilometers hier over zee. Realiseer je heel goed wat de invloed ook is op de situatie hier op Curaçao. Dus we hebben goed overleg gevoerd vandaag met premier Ruggengraat van Curaçao. En gisteren ook met de premiers van de drie autonome landen binnen het Koninkrijk. Die allemaal op hun manier de effecten van de crisis in Venezuela ondervinden. Ze hebben alle drie te maken met migranten. Die de situatie in Venezuela niet meer economisch kunnen dragen en hier naar de landen komen. En het zijn natuurlijk kleine samenlevingen waar dat toch een groot beslag op legt. Dus de gevolgen daarvan zijn hier op allerlei manieren voelbaar. Dat is te merken in bijvoorbeeld het onderwijs, dat is te merken in de gezondheidszorg, dat is te merken in criminaliteit. En natuurlijk ook de opgave die dat geeft voor het beoordelen van diegenen die om bescherming of om asiel vragen, waarvoor de landen ook een procedure moeten inrichten. We hebben interim-president Guaido erkend om verkiezingen te organiseren. Hij vertegenwoordigt een democratisch gekozen organisatie en met andere Europese landen en Zuid-Amerikaanse landen zeggen we, hij is dus de aangewezen persoon en daarvoor erkennen we hem ook om democratische verkiezingen te organiseren. Dat is de enige manier om te zorgen dat er verbetering komt waar die miljoenen Venezolanen naar snakken. Tegelijkertijd heeft het bewind van Maduro op dit moment nog de macht. Dus wij onderhouden gewone diplomatieke betrekkingen met het bewind van Maduro. Zoals u weet staat hier op Curaçao humanitaire hulp klaar. Die op dat moment inderdaad het land in zal kunnen. En wij werken natuurlijk graag samen met een democratisch gekozen regime in Venezuela. Waarvan wij hopen dat er zo snel mogelijk zal komen. En dat zal dan ook de oplossing bieden voor de autonome landen hier in het Caribisch deel van het Koninkrijk, die op allerlei manieren natuurlijk verweven zijn met Venezuela. Zeker, er staan hier humanitaire hulpgoederen die Venezuela in kunnen op het moment dat de autoriteiten van Venezuela daar toestemming voor geven. Het bewind van Maduro heeft dat niet gedaan, ondanks het enorme gebrek dat mensen daar hebben aan medicijnen, aan voedsel. Maar zodra er toestemming is, kunnen die goederen onmiddellijk naar Venezuela.